Er zijn 220.000 werkende armen in Nederland. Mensen met een baan of een eigen bedrijf. Mensen die werken maar niet rond kunnen komen. Vandaag zijn we bij de SER. Zij schreven een rapport over werkende armen. En gaan we in gesprek, ook met mensen die in deze situatie zitten, over wat er beter kan voor hen. Mijn naam is Mario Mes. Ik ben ervaringswerker bij Sterk uit Armoede. Nou, een ervaringsdeskundige die kan ten eerste vaak als een vertrouwenspersoon voor je werken. Vaak kom je een beetje uit hetzelfde milieu. Je hebt niet een status, je bent gewoon gelijk. Ja, wat er nu vaak gebeurt is dat er fantastische plannen bedacht worden voor mensen en voor bepaalde situaties of bepaalde doelgroepen. Wat ik vind is, luister eerst eens naar de mensen waar het om gaat. Nu begint iedereen bovenaan met een goed idee. En dan na alle onderzoeken, na al die tijd, blijkt dat het in de praktijk vaak niet werkt. Overal denk ik dat heel veel mensen gewoon te maken hebben met het onbegrip. De twee leefwerelden matchen niet, ze spreken ook niet dezelfde taal. En als ervaringswerker kan je ook daartussen gaan zitten om de professional uit te leggen waarom iemand op een bepaalde manier doet of reageert, of ze geld uitgeeft of juist niet. En je kan aan de burger uitleggen wat het aan de andere kant is, waarom een gemeente doet wat hij moet doen. Het is heel belangrijk om het patroon van armoede te doorbreken, eigenlijk langs twee lijnen. We kunnen veel doen voor mensen op de korte termijn. Denk aan schuldhulpverlening, denk aan grotere banen. Vaak hebben mensen heel veel kleine baantjes bij elkaar. Maar denk ook aan dingen als verhogen van het minimumloon. En er zijn daarnaast eigenlijk structurele aanpassingen nodig. Nou, denk aan de hele verandering van het toeslagensysteem. Zorgen dat als mensen eigenlijk iets meer gaan werken en iets meer gaan verdienen, niet meteen een armoedeval hebben omdat er allerlei uitkeringen wegvallen. Zorgen dat mensen eigenlijk veel betere arbeidscontracten krijgen. Dat zijn meer de dingen voor de lange termijn.